Goedemorgen, iedereen! Je bek nou. Goedemorgen. Ik had goedemorgen zeggen dat ik doorheen lopen. Gapen. Ja. Ja, ik vond het wel realistisch. Homo. Sorry. Nou, ik ben wakker. Mooi. We hebben het overleefd, de eerste avond weer, sinds lange tijd. Ik zie een hele hoop creepers, er is net al eentje ontploft. Hot. Dat is de nummer 2. En ik heb het 2 keer gevloekt in 1 aflevering nu al. Die ken je niet wel. Kan je eigenlijk iron weghalen met hout? Nee. Ja, kan wel, maar dan krijg ik het niet. Waar zit hij ook weer? Oh ja, daar. Wat is dit? Een bal. Het is een enderpearl. Hé, hey, zullen we meteen weer even verder lopen? Ja, ik ben al lang buiten, ik zit op jou te wachten. Oké. Nou, ik kom al. Oh ja, mondjes. Niet vergeten. Hé, hey, jij zit. Oh, grapje. Wat moet je met Brian? Nou, is mijn vriendje. Even pompoenen halen. Voor wat? Pompoenen farmen. Pompoenen farmen. Is goed. Doe maar. Ik kijk ondertussen wat hier is. Een hele diepe grot tunnel. Gast, we gaan in een grot wonen. Is dat goed? Ja. Vet. Dan heb ik hier een hele vette grot gevonden. Hij loopt alleen dood. Oh, nou ja, dan gaan we naar de volgende grot. Oké, ik heb mijn shit. Kut, het zit vast. Ja. Oh, er komt een zombie uit de grot. Rennen! Duurde even dat ik hem snapte, nu snap ik hem pas. Holy shit. Ah, grappen maken. Hey! Wat is dit? Waar? Wat is dit? Een Ender Pearl. Ja, die had ik net ook al. Die komt van de Enderman. Ik denk helemaal dat ik bijzonder ben. Wat? Hey, ik heb hier nog een tunnel gevonden. Hier, achter je. Ik heb een stroomversnelling gevonden. Waarheen? Geen idee. Nou, dat eiland. Ik denk dat het einde van de wereld is. Dat doe ik niet. Hey. Hier, je hond. Hey, gast, kom. Ik heb een grot gevonden, daar gaan we in wonen. We gaan ons helemaal afsluiten in de buitenwereld de komende 4 afleveringen, oké? Okay? Deze kant op, wat doe je nou? Ik ga even kijken wat hier is, gast. We hebben wel, trouwens, graan nodig. Ja, is goed. Ik ga de tunnel in. Oh, best wel mooi. Het is helemaal gewoon een soort tunnel. Het is geen ingrot. Komt aan de andere kant er weer uit. Jammer. Voor zombies. Er zit wel een grot onder. Hier dus. Yo, ik heb er een gevonden. Een hele diepe. Vet. Ik heb een dungeon gevonden, snel, komen. Ja, hier, ja, mooi, hier zit een mob spawner. Zie je hem? Auw, kutbeesten. Dood met jullie, donderen. Auw. Hey. Honden maken me dood, sukkel. Kut honden van je. Ja, ze hebben ook weer vandaag. Ik ben bijna dood. De hondbed. Vet, hè? en nu? Kan je me teleporteren? Gast. Ben je ook dood? We zitten midden in de aflevering. Ja, nou, en teleporteer me gewoon. Ik wil mijn spullen terug.
/tp-rijn112-december-1. Ben je nou aan het doen? Danny. Ik heb het plafond uit de grot gehaald. Danny, ik wil teleporteren. Nu. Gast, ik heb godverdomme nog een mobspanner gevonden. Zit helemaal vol hier, joh. Chill, hè? Holy shit. Even kijken, wat moet ik doen? Ik heb geen chest. Dan zet ik gewoon die deur zit te random neer. Ik moet me even teleporteren. Ik kan je helpen. Weg. Weg. Teleporteer me dan. Weg. Nou, omdat Brian zoveel godpowers wil gebruiken en ik geen idee heb hoe je moet teleporteren, ga ik het proberen. Teleport Brian in E2 naar Jeschen. Lukt niet, kut. Dan moet ik het zelf proberen dus. Moet ik jou nou ook nog eens gaan zoeken? Dit is echt de kutste aflevering al. Hey, het is gelukt. Het is gelukt. En mijn spullen liggen er nog. Thank God. We gaan. Yo, dankjewel voor het telefoon. Dus. Ik heb eten nodig, anders ben ik dood. Mijn bed is weg. Kut, mijn bed zijn nog op het strand natuurlijk. Nee, die heb ik meegenomen. Ik geef wel even mijn toortjes terug. Allemaal. Dat was al lang niet allemaal, maar goed. We gaan gewoon nog steeds door. Weet ik. Het is wel handig, hebben we hier onze mob te hebben. We gaan de mob trap, dat is handig. Maak ons huis hier wel van beneden. We maken ons huis wel in die grot, dicht bij de ingang. Ja. Boompjes hakken. Ik hoor een skelet. Dat is wel spinnen. Het wordt ook donker trouwens, zoals je ziet. De zon gaat er weer bijna onder. De trap is klaar. En we gaan de duistere dieptes in. Niet zo ver. Dus. Hoe moeilijk staat hij eigenlijk? Volgens mij kon je een cijfer invullen. Toen heb ik, even denken, 9 neergezet. Lul. Maar ik weet niet of dat echt werkelijk... Ah, kut, ik ben alweer bijna dood. Kut. Ja, ga dan een huis bouwen en ga het gewoon overleven. Ja, ik zou wel heel graag willen. Kut, ze komen naar boven.
Ik ben de Binari. Ik ben de Binari. Ik ben de Binari. Ik heb hulp nodig. Ik heb hulp nodig. Ik heb hulp nodig. Ik zit vast met helemaal niks. Kan je mij komen redden? Ik heb een muur gebouwd. Waar ben jij dan? In de muur. Achter de muur, hoe zeg je dat? Ja, ik ook. Ergens. En ik heb licht. Kut! Nee! Het staat 2-1. Tam 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 tam. Ik ben alweer dood en de zon gaat onder. Dit is niet fijn. Ik ga in het oude huisje slapen. Zou ik ook doen. Hoe groot kunnen die gasten eigenlijk, kunnen die gasten over muren heen klimmen? Die nieuwe mobs die jij net tegenkwam en ik er niet? Nee. Het hier, god, de kutschaam. Oké. Best wel griezelig zo, het huis nu. Helemaal leeg. Alles is afgebrand bijna. Weet je maar niet meer te verbranden. Dat is gewoon eng. Moet ik hier alleen overnachten? Nou, dus we doen dus nu een wedstrijdje wie het meest doodgaat. Of ik bedoel, wie het meest niet doodgaat. Ja, ik sta 2-1 achter. En ik ga je niet meer teleporteren. Oké, is goed. Nou, dan stoppen we nu met de aflevering. Heb jij een bed? Nee. Loser. Hallo. Wie heeft nou een bed nodig? Ik. Het is lekker warm. En knus. Ja, inderdaad. Nou, oké. Okay. Dan was dit weer een leuke aflevering. 8, inderdaad, zoiets. Goed, volgende aflevering komt wel weer. Ergens aan. Spoedig, misschien. Hé, hey, wacht eens even, waar zijn mijn honden? Je hebt het doodgemaakt. En toen viel er een awkward moment stil. Holy cut! Ah! Holy shit! Holy cut, ouwe. Ik schrok me de tering. Het was het. Fuck, ja. Ik zit nou op een richeltje. Met één bij één. Met onder me een creeper. Die me van de cliff, ik schrok me dood, ik viel van de cliff af. Ik zit vast, nee!